Jongen, wat moet je met die man? Trouwens, die is er helemaal niet. Tuurlijk is hij thuis, jongen. Nee, die zit gewoon de krant te lezen op de baan. Nee, het is na negen en die is al lang naar zijn werk. Ben je gek? En bovendien, hij is niet in het nieuws. Wat moet je ermee? Die man is altijd nieuws. Zeker als ik hem voor de camera krijg, dan is het helemaal nieuws. Boven op het nieuws. Ik kan niet verder lopen hier, hoor. Is Klaus ook thuis? Daar kan ik geen informatie over verschaffen. Geen informatie? Ja. Nee, dat zal niet gaan. Maar ik wou Klaus even spreken. Dat is niet mogelijk. Niet mogelijk? Nee. Maar als u even doorgeeft dat boven op het nieuws er is, dan komt hij wel even, denk ik. Heb je een afspraak dan, eigenlijk? Nee, ik heb geen afspraak. Nou, dan lul er niet, man. Jawel. Maar kunt u hem even bellen, dat we er zijn? Trouwens, wat ga je hem vragen, Harry? Ja, dat hoor je straks wel. Kunt u hem even bellen? Nou, dat zou moeilijk gaan. Zo zich nu wil verwijderen, want ik moet mijn werkzaamheden hier verrichten. En u houdt me hier nog. Maar als u, maar kunt u mijn telefoonnummer dan opschrijven? Dat u aan hem vraagt of u mij wil bellen? Kunt u dat doen? Kunt u dat even opschrijven? Maar kunt u het even opschrijven? 02150? Schrijft u het even op dan? Ja, ik kan het onthouden. Onthoudt die meneer heus wel, Harry? Onthoudt hij dat wel? Ja, dat onthoudt die meneer wel, ja. 02150 1235. Onthoudt u dat? Ja, oké. Ik zal het doorgeven. Ja? Nou, ik weet zeker dat hij niet belt. Ja, als hij nou maar na tienen belt, want ik zit daarvoor bij mijn schoonouders. Dat hij niet te vroeg belt. Ik ben niet meer de gek op stap, hoor. Luister, ik wil Klaus nou één keer spreken. Dat is een droom voor mij. Dat vind ik leuk. Als ik die man... Ik wil die man gewoon één vraag stellen. Nou, meer niet. Mag dat? Boven op het nieuws. Ja, kom maar op. Ja, kan ik nu mijn stand-up doen dan? Ja, voor. Oké. Okay. Hier achter mij, op het Binnenhof, klinkt uit het gebouw der Tweede Kamer. Daar staat de generaal. Alweer het wapengekletter dat gepaard gaat met die jaarlijkse titanenstrijd aan het politieke schouwtoneel tussen kabinet en oppositie. De algemene beschouwingen. Bovenop het nieuws is er voor u bij. Ja, heb je dat? Ja, heel goed. Ik moet een Kamerlid zijn. Ja. Je ziet eruit als een Kamerlid. Nou, het ziet eraan dat u dat kan raden. Niet. Ja, is het zo? Ja. En voor welke partij? VVD-fractie. Heel mooi, dank u wel. Dat neemt u me niet kwalijk hoor, maar hij leeft nooit een krant. Nee. Hij weet volgens mij niet eens wie u bent. Weet jij wie die mevrouw is? Van de VVD, dat zegt ze net. Ja, maar hoe heet ze dan? Geen idee. Volgens mij weet jij dat niet, Harry. Jij wel? Ik wel, maar ik zeg het niet. Jij moet ik dat nu gaan vragen dan? Ja, natuurlijk. Als je het niet weet, moet je vragen. Mag ik vragen hoe u heet? Margreet Kamp, VVD-fractie. Zie je wel? Zie je wel, Margreet Kamp. Dat is het wel. Ik kon even niet opkomen. Meneer Ruding? Ja, dat is meneer Ruding. Dag meneer Ruding. Goedemiddag. Gooit u de buik erin vandaag? Nou, ik wil er graag in. U moet de buik erin gooien, hoor. Mag ik erin? U moet er vol in. Mag ik erin? Ho! Kunt u dit? Harry, je zit klem. Wat is er aan de hand? Wat gebeurde er dan? Je zat klem. Nee, ja, hij duwde me weg. Je zat klem met meneer Ruding. Ja. Maar je moet je nooit laten wegduwen. Meneer Deetman. Meneer Deetman. Meneer Deetman. Hallo. U moet een poepje laten ruiken vandaag, hoor meneer Deetman. Echt waar hoor. Nee, niet alles laten halen hoor. Meneer Bukman. Is dit meneer Bukman? Ja hoor. Oh ja, kom meneer Bukman. Daar. Ik heb iets met jou gisteren oud niet door. Lastig. Zeg het eens. Nou. Goeiedag. Ja, vol in de aanval hoor. Vol in de aanval. Zo, ja, als ze beginnen te zeuren, gewoon uitschelden. Ja. Hé, kom op hoor, meneer Bukman. U ook nog veel plezier vanmiddag, hè? Ja, ja. U ook hoor, meneer Van den Broek. Kom op hoor, laat je niet klein krijgen. Bovenop het nieuws. Wie is het, Harry? Meneer Nijpels. Meneer Nijpels? Meneer Nijpels, oude bekende. Oude vrienden. Dag meneer Nijpels. Hoe is het thuis? Ik had jullie al zo lang gemist. Ja. Ja. Hoe is het thuis? Goed. Ja, goed? Ja, ja. Het foutje ook? Alles goed, ja. Ja. Goed zo. Goed. Goed nieuws. Goed nieuws. Met het foutje ook alles goed. Gebroken enkel namelijk. Ga jij het hele privéleven van het hele kabinet eerst dat doornemen? Nou ja, sorry. Ik kan toch niet steeds van die keiharde politieke vragen blijven stellen? Nou, ik heb er nog niet één gehoord hoor, Harry. Een beetje menselijk maken met die mensen ook. Ik heb nog niet één keiharde politieke vraag gehoord van jou. Nee, maar dit is een beetje human interest. Meneer de Korte en meneer Bruik samen. Ja. Heren, hoe is het? Ik wens u veel succes met uw uitzending. Ja, dank u wel hoor. Dag meneer Braks.
Gaat goed met je? Is het koud, hè? Ja, nou, deze keer niet. Hij ging eruit voordat ik het wist. Heel sorry! Stom. Heel stom! A! Je mag die vraag niet stellen. Het spijt me, het spijt me. En B, het is niet koud!